De ziekenhuizen zijn in beraad totdat het personeel het geld dat zij moeten ontvangen in handen hebben. Imro Edam, voorzitter van de bonden bij het Slans Hospitaal, Wanica en Marwina ziekenhuis, zegt dat het personeel graag wil werken, maar niet steeds wil smeken voor hetgeen zij verdienen. De bonden staan erop dat zij de recente koopkrachtversterking van 700 SRD die ambtenaren is toegezegd, ook daadwerkelijk ontvangen. De vakbewegingen en de overheid een overeenkomst hebben getekend 14 augustus zijn geweest. Op 14 september ook. Ja, 14 september. Waar de landsdienaren en zij die gelijkgesteld zijn een 700 koopkrachtversterking te krijgen. En het is altijd zo dat wanneer de overheid, de ambtenaren en zij die gelijkgesteld zijn, kan zijn een loonsverhoging, kan zijn een TV, kan noem maar op, dat de ziekenhuizen altijd in principe een strijd moet gaan leveren om dat te krijgen, is dat ze eigenlijk ook behoren te krijgen. Het is niet de eerste keer, het is de zoveelste keer. Maar wat ik eigenlijk de samenleving wens duidelijk te maken is dat wij als vakbond eerder aan de bel hebben gedrukt. Edam zegt dat er herhaaldelijk is geschreven naar de vicepresident, ministers en andere belanghebbende autoriteiten over hun geld. De voorzitter kan maar niet vatten dat de frontliners achter zaken aan moeten zitten, terwijl andere landsdienaren minder moeite moeten doen om te krijgen wat hen beloofd is. De directie moet overgaan tot betalen. Het enige, ik moet maar om dat aan te geven, de ziekenhuizen waar we praten over CAO, daar moeten we nog onderhandelen. Dus daar is wel ruimte om te onderhandelen. Maar de ziekenhuizen die geen CAO was getekend, de directie moet er wel overgaan tot betaling. Ja. Maar het probleem is dat ze de middelen niet hebben. Dus, maar ik heb tenminste met de directeur vandaag van Slans Hospitaal telefonisch een gesprek gehad. En morgen gaan we dat vervolgen. Ik heb ook met de directeur van Wanica gesproken. En daar gaan we kijken hoe we eruit komen. En het is nu afwachten wanneer men over zal gaan tot betaling van die 700 naar de arbeiders toe. Dit probleem speelt volgens de vakbondsman sinds 2014. Het nieuwe regime moet volgens Edam wel schot in de zaak brengen. Edam zegt hoopvol gestemd te zijn dat de zaak goed komt, omdat de ziekenhuisdirecteuren hebben aangegeven het probleem ook te willen oplossen. Alleen moet het niet blijven bij willen, besluit Edam, maar doen door ervoor te zorgen dat het geld in handen van de werknemers komt.